Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Chilltrax. De enige echte. Nou, jullie zien het jongens. Planet Coaster 2, hij is eindelijk uit. 4 uur, 7 minuten over 4 ongeveer. Toen was hij op de Steam Workshop beschikbaar. En gewoon geweldig, top in ieder geval. Ik heb al een klein parkje heb ik al gebouwd. Ik ben natuurlijk al heel druk bezig geweest, al in het spel al. Ik heb al ongeveer bijna anderhalf uur erop zitten. Maar ik heb tot nu toe heb ik dit gebouwd. Een zwembad. Ik had het nog gezegd. Het eerste wat ik ga doen in Planet Coaster 2, als die uit is, dat is dat is zwembad uitproberen. Nou, ik moet nog even wat mensen zie ik uitnodigen. Of in ieder geval wat mensen eventjes. Hé, wat gebeurt er nou? Springen ze nou zo het water in zonder de dinges? Even wachten hoor. Closed. Ja, hij is closed. We gaan even kijken. We moeten naar Pools. Naar Pool Extra. En dan gaan we even kijken, loeren naar een staff member, want die heb ik nog niet helemaal. Het grote vierkant wat je ziet, dat is dus hetgene wat hij ziet. Dus we doen het gewoon even zo. Dan zijn er in ieder geval staff members. Het is een geweldig spel. Het ziet er echt prachtig uit. Moet je kijken. Ik heb hier een klein dingetje omlaag dat je zo erin kan lopen. En oh, dat was niet de bedoeling trouwens. Hoe kan dat nou ineens? Nou, dat was niet de bedoeling. Maar in ieder geval, ik heb het zo gedaan dat je hier een klein stukje loopt. Dan wordt het weer wat, kan je in ieder geval zwemmen kan je. En dan hier kan je gewoon lekker duiken. Hoor dat water, jongens. Hoor dat water. Oh, wat mooi. Ja, het is echt een fantastisch spel. En wat ik ook heel erg belangrijk vind aan Planet Coaster 2, dat ga ik jullie nu laten zien. Dat zijn eigenlijk nog de enige twee dingen die ik. Ik heb dit gedaan en ik heb nog even dit uitgeprobeerd. Dat ga ik nu nog een keer doen. We gaan even naar scenery. Even kijken hoor, hoe deed ik dat ook alweer? Zo. En dan gaan we eventjes kijken hoor. Deze moet ik hebben. Dit vind ik ook zo verschrikkelijk geweldig aan Planet Coaster 2. Dit is zo'n toegevoegde waarde aan het spel. Echt fantastisch. Oh, nou heb ik hem weer te ver gemaakt, maar dat maakt niet uit. Zo, dan gaan we alles dubbel maken. Zo. Zo. En dan komt hij daar. En dan moet ik hier nog een dubbele muur hebben. Maar waar ga ik die neerzetten? Hoe kan dat dan? Waar ga ik de dubbele muur nou hier niet neerzetten? Oh, die staat er al. Ja, nee, die staat er al een dubbele muur. Die gaat weg. Dan gaan we even een dak erop maken. Even kijken hoe. En dan gaan we even een dak maken. Zo. Twee. Oh, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dat is goed, is nu wel toch? Nee, nog niet. Hij zit nog niet goed. Ja, dat is even wennen hoor. Dat is eventjes, ja, het is echt wennen aan het spel. Het is zo verschrikkelijk anders als Planet Coaster 1. Het is echt. Nu is die volgens mij wel goed. Ja, nu is die wel goed. Nou, dan gaan we duplicaten.
Ik weet niet of dat het nou met één dak dat hij dat wel doet. Ik had net twee daken gemaakt. Weet ik in ieder geval dat hij sowieso dat goed werkt. Dus we gaan nog even voor de zekerheid. Gaan we nog even hier nog een extra dak erop maken. Daar nog een extra dak erop maken. Daar nog een extra dak erop maken. Daar een extra dak erop. En we gaan hier nog een extra dak erop bouwen. En kijk eens jongens. Als je een dark white bouwt, moet je kijken wat er gebeurt. Kijk eens jongens. Wauw. Pikken en pikken donker. En dan kan je dus zeg maar, nu kan je dus zeg maar echt een dark white bouwen zonder dat je de tijd hoeft aan te passen. Zo. Maar wel even nodig als die... Kijk, zie je, dat heb je wel heel even nodig. Maar dat heb je ogen ook nodig. Als je in een donker stuk zit. Kijk eens hoe donker, jongens. Kijk eens. Het is echt pikken en pikken donker is het. Pikken en pikken donker. Oh, dan ga ik weer verkeerd. Het is echt donker in het spel. Echt fantastisch hoe ze dat... echt fantastisch. Nu kan je dus eigenlijk echt dark white bouwen. Met verlichting en zo. En ja, het is echt fantastisch. Dit snap ik alleen nog niet. Want hij zegt hier, oh. Ja, misschien is het hier te druk of zo. Hey, trouwens, wat gaan jullie hier doen? Dat mag helemaal niet. Ik moet eventjes pets bouwen. En dan moet ik even... deze moet ik even deleten. Oh, dat gaat niet. Nou, maakt niet uit. We gaan weer even een nieuw pad bouwen. Dan gebruiken we de... Ik gebruik eigenlijk het meeste gebruik eigenlijk stamp... Nee, even kijken wat was het. Dus stamp toe als het goed is was het. Ja, ik gebruik heel veel de stamp toe. Want ik gewoon makkelijk stuk. Zo, hoppakee. Dan gaan de mensen erin zonder... hier is dat trouwens ook zo. Hier is dat trouwens ook zo. Kijk, dat snap ik dan niet. Dat ze weer teruggaan. Ik kan hier ook gewoon lopen. Hier, ze lopen allemaal terug. Daar snap ik dan echt helemaal niks van. Dat is het enige wat ik nog eigenlijk niet begrijp aan het spel. Maar goed, in ieder geval... we gaan even kijken naar coasters. Want dat wil ik ook wel eventjes zien. Hier hebben we er eentje, de Minder. Hoppakee. Dan gaan we hem even testen. Kijk hoor. Die. Bij entry moet ik dan even kijken. Kunis. Zo. Nou, het is eventjes een testdingetje is het. We gaan hem even uittesten, jongens. Eens even kijken, waar staat hij? Oh, daar staat hij. Hoppakee, daar gaat hij hoor, naar beneden. Het is gewoon een heel simpel baantje. Hop, en dan gaat hij daarheen. En dan gaat hij hier weer terug op het station in. Nou, wat je dus ook met achtbanen kan doen, dat kan je dus ook met flat rides doen. En ik doe het gewoon even met een flat ride, doe ik het gewoon heel eventjes. Create custom. Wat zullen we eens doen? Wat zullen we eens doen voor de grap? Ik wou eigenlijk, even kijken naar de collider niet, de force niet. Deze is ook, even kijken, deze is ook heel gaaf, de Helter Skelter. Die is echt gaaf. Even kijken, nee. Skywatcher, even kijken hoor. Teacupjes, juist, die wou ik hebben. Teacupjes, ja, het is nog even een beetje zoeken allemaal en een beetje moeilijk allemaal, maar... Hoppakee. Hier bouwen we de ingang. Bouwen we hier. De uitgang zetten we daar neer. Dat is wel makkelijk. Dan kunnen ze gelijk zo. Hoppakee. Vanaf de ding kunnen ze er gelijk in. Ik weet trouwens eigenlijk nog wel eens of dat kan. Dan gaan we naar
patch gaan we even... Ja, dat kan dus wel. En dan gaan we dus hier ook gaan we een wachtrij maken. Oh, dit is nog niet helemaal wat ik ervan verwacht heb. Plus... Juist, die dus. Zo, zo even doen. Ik vind het helemaal mooi. Nou, en als het goed is, gaan we hem testen. Oké. En dan, als het goed is, Cosmonize. Attach scenery. If your access right, the right will automatically close. Wil je dat doen? Ja. Want we kunnen hem gewoon openzetten. Ja, we kunnen hem gewoon openzetten zonder. Oh, kijk eens. Open je eerst flat ride in een park. Dus daar heb ik ook alweer een ding voor gehad. Ik wil hem even uit hebben. Ik wil hem even uitzetten. En nu dus. Potsdiki had ik hem net gevonden. Attach scenery. En nu kunnen we dus allemaal dingen kunnen we dus allemaal op de ride toevoegen. Dus bijvoorbeeld. Ja, het is echt. Dit doet dingen ook altijd. Een andere YouTuber doet dit ook altijd. Bijvoorbeeld als ik dit doe. En ik doe dit, zeg maar. Of ik pak een gewoon complete boom. Pak ik. Planters. Nature. All. Hier een boom bijvoorbeeld. Ik zet gewoon de boom er neer. Kijk, en moet je opletten wat er nu gaat gebeuren. Als ik nu hem dus op test druk. Nou. Kijk, en de boom die draait gewoon mee. Alles draait gewoon mee. Dus je kan gewoon je echt je gehele custom attractie kan je bouwen. Kijk eens. Je ziet de boom gewoon heen en weer gaan. En je ziet gewoon de struiken die gaan heen en weer. Je kan dus op een attractie kan je dus ook allemaal dingen plakken. En dat is echt heel erg gaaf. Is dat bij Planet Coaster 2. Ja, gewoon super. Echt, het is gewoon zo'n verschrikkelijk mooi spel is het. Het is zo'n verschrikkelijk gaaf spel. En hier ga ik echt nog wel hele leuke tijden mee beleven. Want ik ben echt van plan om ja, echt heel veel video's van dit spel te maken. Nou kan je dat dus ook als het goed is bij coaster doen. Voor mij hoorde ik dat dat niet bij elke coaster kan. Maar dat gaan we uitproberen. We gaan deze even op stoppen zetten. We gaan deze op die zetten. We gaan die op de testmunt scenery zetten. En dan zouden we dus bijvoorbeeld zouden we op deze attractie zouden we dus bijvoorbeeld moet ik even zoeken. Zo, dat is wel heel erg oh, dit heb ik trouwens ook nog niet hier uitgeprobeerd. De skill optie. Die heb ik trouwens ook nog niet uitgeprobeerd. Even kijken hoor. Wat gaat nou iets. Voor mij gaat er nou iets gigantisch niet goed. Hallo, waar zijn we nou? Oh, daar staan we. Nee. Even wachten. Even overnieuw doen hoor. Die. Skill. Dit was 300. Kijk, hè. Je hebt dus ook gewoon een scaling opties heb je. Dit is bijvoorbeeld zo, 119. Maar je kunt hem ook op 300 zetten. Dan krijg je zo'n hele grote pijp krijg je erop. Maar je kunt hem dus ook op 50 maken. En dan heb je dus maar zo'n heel klein pijpje. Maar nou, het is echt een ontzettend gave stad. Nou, we gaan even kijken wat we erop kunnen zetten. We kunnen bijvoorbeeld die en dan doen we 50. Bijvoorbeeld dit zouden we erop kunnen zetten. En dan zouden we bijvoorbeeld... Oh, dat is ook wel een ontzettend groot ding. Wacht even hoor. Kan ik niet wat kleiner? Wat is dit nou weer voor gek ding, joh? Ah,
Dat ziet er niet echt heel mooi uit. Dit ziet er wel gaaf uit trouwens. Bijvoorbeeld zo. Zo. Bijvoorbeeld. En als ik nou als het goed is het spel doet. Dan. En ik doe op test. Even kijken wat hij doet. Ja hoor, hij rijdt gewoon mee. Hij rijdt gewoon. Hij zit er gewoon aan vast, zit hij er. En als het goed is. Ik heb dat dan nog niet uitgeprobeerd. Maar als het goed is, als ik bij deze customize doe. En ik doe dat. Dan kan ik als het goed is ook nog zeggen. Dat ik dat bij de andere attracties eigenlijk ook wil hebben. Dus dan gaan we naar Auto Hyatt, want het is open. Die hebben we ook. Als het goed is, moet je. Even kijken hoor. Ja, ik ben er nog niet echt helemaal achter, maar er zit ook een optie op dat je dit dus doet. En dat het ook gelijk bij alle andere karretjes dus ook hetzelfde wordt. Hoe dat werkt, weet ik nog even niet. Moet nog even uitproberen. Maar dat kan dus ook. Dus dan wordt hij ook gelijk hero. En deze op twee treintjes, dan zou die hier dus ook gedaan moeten worden. Dus, maar dat weet ik nog niet precies hoe dat werkt. We kunnen wel eens even kijken. Ted Scenery. Die. En die. Die hadden we erop gezet. Die en die hadden we erop gezet. Kijk. Splitsing van building. Duplicate. Move around and build duplicate. Je kan het wissen. Maar hoe dat nou precies zit. Dat zou ik echt niet weten. Ik zou het echt niet weten hoe dat nou precies werkt. Maar goed. In ieder geval. Dat kan in ieder geval dus ook. Ja, en die glijbanen, hè? Fantastisch. Kijk eens, al een mooie glijbanen erin zitten. Ik heb hier er een gemaakt met zo'n drop. Je gaat erin staan. En dan gaat de vloer onder je vandaan. En hop, dan gaat hij glijden. En hier heb ik dus gewoon een gewone complete lopvloer. Ja, dit is niet zo heel erg handig. Dat ze allemaal dicht bij elkaar staan. Want dan kunnen ze elkaar aankomen. Maar echt, moet je kijken, joh, wat mooi. Want dit is ook eigenlijk veel te klein, veel te groot eigenlijk. Het moet eigenlijk veel kleiner. En hoor het water, jongens. Je hoort gewoon dat je onder water bent. Ongelooflijk dit. Ongelooflijk. Maar dit was eventjes een testje. In ieder geval. We gaan nog veel meer dingen doen. Ja, een pretpark bouwen. Dat gaat even niet zo heel erg makkelijk momenteel. Je moet eerst echt het spel doorhebben. Daar kan je je echt op vergissen. Maar hij is in ieder geval uit, jongens. Planet Coaster 2. Hier gaan we heel wat uurtjes insteken. En ja, het wordt gewoon fantastisch. Het is gewoon een fantastisch spel. Dark rides bouwen, zwembaden bouwen, glijbanen bouwen. Achtbanen bouwen. Flat rides aankleden. Het kan allemaal in dit spel, dus het is een fantastisch spel. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. En ik heb er zo lang op moeten wachten. En hij is eindelijk is die uit. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, dit was even een korte video eventjes. Maar dan weten jullie in ieder geval Planet Coaster. Ik heb hem. En we gaan hem nu dus lekker spelen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.